Erwin die is dus al geweest. En terwijl die er nog zat, toen kreeg ik onverwacht visite. Van mijn liefhebbende broer Koen. Dus ja, het was weer even gezellig. Want het is dinsdag. En dan hebben we weer Married Third Sight, hoe je dat ook uit mag spreken. Maar Mario is er ook weer bij. Hey schat. Hey, goedenavond. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag dinsdag de 5e van de 3e 2024 en we leven om 12:49. Ja, ja. Ik ben al met meisjes uit geweest. Ik heb een broodje voor me, ik heb koffie voor me en ik wacht op Erwin. Die kan elk moment ook binnen weer lopen. Dus dan gaan de honden ook weer tekeer. Daarom raad ik het eventjes allemaal. Ja, moet ook een keer kunnen, hè. Ja. Maar in ieder geval, ik meen het wel, komt uit een goed hart. Ja. Hé, Elwing? Ja, we zijn dus ook nou niet naar de dijk geweest, want het is, het is niet koud, hoor, dat niet. Want dat had ik wel naar de dijk toegekund, maar omdat Erwin komt, doe ik het niet. En ik heb voor vanmiddag iets anders in petto en daar mag ik niet vloggen. Dus ja, dat is familie van me. Een nicht waar ik al, ik weet niet hoe lang, niet meer ben geweest. Oude ondergrondse container wordt geleegd. Ik denk al, wat is dit? Maar in ieder geval, ik wil even kijken of ze thuis is, want ze woont op een steenworp afstand van mij af. Dus ja, ik ging het lopend af. Het is, hoe kan ik het beste lopen eigenlijk? Gewoon die kant op. Ja, de poort uit, de bogel, ja. Dat is het kortste, denk ik. Ja. Nou ja, we gaan gewoon even kijken of ze thuis is. Is ze er niet, dan is ze er niet. Dan kan ik bij de dochter zitten, weet je. Maar ik ga het gewoon wel proberen. Ja, dus ik laat jullie wel thuis. Maar ik wilde graag weer eens even zien. Want ze is, ze woont hier een half jaar nou. Ze woonde eerst ergens anders. Ook wel niet zo ver weg, maar wel wat verder weg dan ze nu woont. Dus ja, ik wil toch even kijken of ze er is. Het is een volle nicht van me. En ja, ze woont nou ergens in een gebouw. Daar wil ik dood nog niet gevonden worden. Nee. Maar ja, wie ben ik? Het lijkt op een verzorgingstehuis. Maar wat het is, ik weet het niet. Nog nooit niet op gelet, nog nooit niet naar gevraagd. Of wat dan ook, maar er wonen allemaal mensen die wat mankeren. Nou, ik mankeer ook wat, maar ik ga niet daar hoe je woont, al is mond zo. Echt niet. Nee, gaat er ook om hoe je daar bent, hè. Ja, wil je zelf doorgaan, ja of nee? Nou, en ik wil zelf doorgaan. Punt wel. Ja, boepie. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Wat we verder ook gaan doen, ik weet het niet. In ieder geval, dat wil ik eerst wel gaan doen. En ik kan jullie even goed wel meenemen. Want daarna kijk ik altijd eventjes een blokje om. Ja, mijn telefoon gaat sowieso mee. Dus dat kijk ik ook mee filmen. Ja, toch? Als ik maar niet het knopje vergeet in te drukken zoals gisteren. Ja, werkelijk. Geweldig. Maar dan ben ik ook zonder honden en dan kan ik ook de bouwen hier aan de overkant laten zien. Aan de overkant van de gracht, want ja, dat gaat zo bikkelhard. Dat wil je niet weten. Ja, dus eventjes kijken hoe is in de wattest. En doe ik dus noods even een bokje stad of zo, ja toch? Ja, we zien het wel als het niet gaat regenen. Ja, oké. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, maar geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Erwin, die is dus al geweest. En terwijl die er nog zat, toen kreeg ik onverwacht visite. Van mijn liefhebbende broer, Koen. Dus ja, was weer even gezellig. Leuke verhalen opgedaan, althans, leuk, ja, van vroeger uit, maar toch was dat wel leuk, ja, vond ik.
Maar in ieder geval, ik ben nog niet weg geweest, maar ik ga nu wel weg. En dan kan u nu weer even aan de lader. Want ook dat moet weer even gebeuren. Ja. Dus we gaan er lekker eventjes vandoor. En ik zie jullie gewoon later wel weer terug. Ja. Geniet van alles in ieder geval met wat jullie doen. En geniet een klein beetje mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben weer thuis. Ik heb mijn jas even uitgehad om een kleine boodschap weg te brengen. Ik heb mijn jas weer aan, want ik ga de meisjes weer uitlaten. Ik heb een heerlijke middag gehad bij mijn lieftallige nicht. Ja, ik had er wel gemist hoor, heel lang, ja. Maar we kwamen gewoon niet bij elkaar door allerlei toestanden, maar... We zijn weer bij elkaar. Ja, en dat komt helemaal goed. Ze hebben al mijn gegevens nou. Telefoonnummers, adres, bla bla bla. En het is een steenworp afstand. Ja, ik kan lopend erheen. Dus het is nog korterbij dan ik met de meisjes loop. Dus dan weet je het wel. Ja, dus het komt helemaal goed. We gaan nou weer met vol goede moed die meisjes uitlaten. En ik zou zeggen, ik kom straks gewoon weer even toe voordat ik ga eten. Tot zometeen. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ja. Ik was bezig met voorbereidingen bezig om mijn vlog in elkaar te zetten. Maar dat gaat me moeizaam. Ik zat televisie te kijken, maar niet alleen. Nee, want het is dinsdag. En dan hebben we weer Married Third Sight, hoe je dat ook uit mag spreken. Maar Mario is er ook weer bij. Hey schat. Hey, goedenavond. Maar ze wou ook alweer naar huis, want het is afgelopen. En ja, het is alweer tijd. Moetjes. Ze wil naar bedje toe. Ja, ook dat. Ook dat. Een poesje. En nou, je poesebeest. Een poesekind. Een poesebeest. Ja. Dus ook dat moet weer gedaan worden. Nou ja, en ik heb ook een lange dag achter de rug, maar ik moet nog wel een vlog in elkaar zetten. Hè? Ja, dat moet nog wel gebeuren voordat ik... Mijn kooi in duik. En eerst nog ook de meiden uitlaat. Dus ja, we gaan er gewoon weer voor. En we gaan gewoon door. Met alles. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Maar geniet een beetje mee. En tot later op de avond. Doei. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer de hoogste tijd. Om, ja ja, naar bed toe te gaan. Want het is alweer, ja. En toen had ik me... computergeluid, het is 14 minuten over 2. Dus inderdaad de hoogste tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik wens jullie allemaal samen met Elwing en Rijka, oftewel Rijka en Elwing, kan dan van deze boven. En welterusten toe. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het gewoon. God die houdt over ons de wacht. En daarom zeg ik. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!